Wordt de PVV groter dan ooit? Ja, dat was mijn vraag bij mijn laatste video. Ja, en kijk wat er nou gebeurd is, vrienden. Want ik vroeg mij toen af in die video, ja, als die Dylan en die Pieter, als die maar de boot blijven afhouden, ja, bij de PVV en de boel maar blijven ontwijken, ja, dan worden ze uiteindelijk een keer afgestraft, omdat de mensen daar dus geen zin in hebben. Nee. En zie wat er nu gebeurt, vrienden. Ja, jullie hebben het veel te druk natuurlijk met Sinterklaas en gewoon met je leven. Dus jullie hebben geen tijd om alles te volgen. Maar er is weer een peiling uit van Maurice de Hond. En de gevoelens die ik had en die ik had beschreven, die worden daarin uitgedrukt in die peiling hier. Kijk met mij mee, daar komt hij. Tada! Ja, zien jullie het staan? Zien jullie het staan? 5 zetels erbij voor de PVV, ja. Op naar 42 zetels. En zie je staan, ja, VVD. Daar waarvoor ik gewaarschuwd heb, de VVD. 8 zetels weg. Heb je het gezien allemaal? Ja, dat is hem. Ja, 5 erbij, PVV, achteraf bij de VVD. En het is weer zo'n verschrikkelijk duidelijk signaal wat hier wordt afgegeven. Dat is al gebeurd bij de verkiezingen. En eigenlijk daarvoor, al bij de verkiezingen daarvoor, toen was het al van we willen naar rechts. En nu bij de verkiezingen is het helemaal van we willen naar rechts en we willen wat anders. En met deze peiling is het weer, wordt het weer verteld. En let op wat er nu gaat gebeuren. Die Dylan en die Pieter, ja, die zien dit ook. Die zien ook die cijfertjes. En let op, hè, de komende tijd. Ja, die gaan draaien. Die gaan draaien, vrienden. Die laten het hier niet op aankomen. Nee. Die gaan zich bedenken. En die gaan samen, ja hoor, met de PVV.